Hoi allemaal, vandaag ga ik eindelijk weer een video voor jullie opnemen. Het is echt heel erg lang geleden, maar ik heb gewoon minder tijd nu de vakantie voorbij is. Ik denk dat er toen wel 3 keer in de week of zo een nieuwe video online kwam. En nu werk ik bijna fulltime. En als ik thuis ben, dan is het ofwel donker of ik heb gewoon geen zin meer om een filmpje of zo te maken. Dus vandaar dat het gewoon wat minder wordt. Maar ik probeer wel om in ieder geval 1 keer in de week een nieuwe video te uploaden. En ja, hopelijk lukt het me om het wat meer te doen, maar dat durf ik nu nog niet te zeggen. Dus dat is gewoon even kijken hoe dat gaat. Maar ik ben in ieder geval niet van plan om te stoppen, want sommige van jullie vroegen al van, ga je nog wel door en wanneer komt er weer een nieuw filmpje? Maar ik ga zeker door. Alleen ja, het is gewoon nu wat lastiger in te plannen allemaal. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Vandaag had ik bedacht om een video op te nemen over mijn budgetfavorieten. Want ik gebruik echt heel erg veel make-up van Essence en van Catrice. Dus ik ga nu beginnen. Ik begin met de primer van Catrice. Dit is denk ik al het 4e potje wat ik gebruik. En ik vind hem echt heel erg fijn. Ik zie gelijk dat mijn poriën wat minder zichtbaar zijn. Dat het rood een beetje wegtrekt. En dat is gewoon een fijne basis voor je make-up. Ik moet er wel bij zeggen dat dit ook de eerste primer is die ik ooit heb geprobeerd. Dus misschien kan ik niet heel goed erover oordelen. Maar ja, ik heb zoiets van hij is fijn, dus ik heb hem ook steeds opnieuw gekocht. Ziet er zo uit. Het is de Prime & Fine. En dit potje kost geloof ik 5 euro. Ik moet er wel bij zeggen dat, ja, ik denk dat ik hier 2 maanden mee doe. Hij gaat best wel snel op. Dus uiteindelijk is het niet heel budget misschien. Dan de concealers. Ik gebruik de Camouflage Cream van Catrice. En je denkt misschien, oh dat is echt een heel erg klein potje. Maar hier doe je juist echt super lang mee. De dekking vind ik echt geweldig. Echt, het is wel best wel zware dekking. En nou, het is echt best wel dik. Dan voor onder mijn ogen gebruik ik liever een andere. Want daar vind ik die iets te dik voor. En die gaat dan een beetje in de lijntjes onder je ogen en zo zitten. En dat is niet zo fijn. Dus dan gebruik ik deze die wat dunner is. Van Catrice ook. Het is de Light Reflecting Concealer. En dit is ook al de 4e die ik heb, denk ik. Gaat ook wel redelijk snel op. En je weet niet echt van tevoren wanneer, want dan komt er gewoon niks meer uit opeens. Dus dat is wel jammer. Dus ik probeer er meestal 1 op voorraad te hebben. Het werkt met zo'n kwastje en hieronder draaien. En dan komt het product eruit en dan doe ik het gewoon hierop. En hier zitten licht reflecterende deeltjes in. Waardoor het heel erg licht wordt onder je ogen en je ziet er gewoon lekker fris uit. Ook al heb je eigenlijk wallen en ik vind hem heel fijn. Kijk, je kan wel duidelijk zien dat het een stuk lichter is. En dan gaan we verder met de poeders. Qua poeders kan ik Essence echt aanraden. Catrice heb ik niet geprobeerd, maar deze zijn gewoon zo goed dat ik er ook geen behoefte aan heb om die te proberen. Nou, als allereerste deze. Dit is toch wel mijn topfavoriet. Dit is de All About Matte Poeder. En dit is zo'n transparante poeder. Ziet er niet wit uit op je gezicht dus, wat je misschien zou verwachten. En wauw, dit is echt geweldig matterend, deze poeder. En blijft echt lang zitten, dus super. Verder valt het helemaal niet op. Hij ligt niet duidelijk op je huid en hij voelt gewoon luchtig. En deze kost geloof ik 3,90 euro. Voor de zomervakantie dacht ik ga even een andere proberen. Dit is de Essence Pure Skin. En deze zou ook puistjes en meeeters tegengaan. Wat ik wel gek vind, want je doet make-up op je huid en dan zou dat helpen tegen puistjes. Ik weet het niet. Wat dat betreft kan ik er niet over oordelen. Maar ik weet wel dat deze ook heel goed werkt. Hij is mooi licht. En in de zomer vond ik het wel fijn. Omdat ik soms echt helemaal niks op had. Ook geen BB cream of zo. En dan heb je toch wel iets van een licht kleurtje. En dan heb ik een oogpotloodje van Catrice. En dat is echt een fijne kleur. Past heel mooi vind ik bij me. Niet te donker. Eerst gebruikte ik eigenlijk eentje waarvan ik achteraf denk. Wow, dat zag er niet zo mooi uit. En dit is gewoon lichtbruin. Ik heb sowieso voor mezelf namelijk wat donkerdere wenkbrauwen. Dus ik kan ook niet echt een blond oogpotloodje of zo gebruiken. Maar deze neigt niet zo naar rood zoals sommigen dat hebben. Ik weet niet wat de kleur is, want dat is helemaal vervaagd. Maar volgens mij heeft Catrice maar 2 of 3 kleuren, dus je ziet het vanzelf. Dan gebruik ik nu al heel erg lang de oogschaduwbasis van Essence. En hij is volgens mij nog lang niet op. Volgens mij doe je hier een eeuwigheid mee. Werkt gewoon met zo'n sponsapplicator. Je hebt echt heel weinig nodig. En dat dep je gewoon over je ooglid. Het ziet er gelijk mooier uit. Je hebt een egaler oppervlak. En je oogschaduw blijft heel erg goed zitten. Nou, dan ga ik van de oogschaduwbasis natuurlijk naar de oogschaduw.
De laatste tijd gebruik ik echt heel veel de Essence Quattro's. Dit is mijn favoriet. To Die For, nummer 05. En het zijn gewoon allemaal matte kleuren waarmee je heel mooi een natuurlijk ooglook kan maken. Dan heeft Catrice natuurlijk, dat kennen jullie waarschijnlijk wel, het Nude Palette. En ook die is geweldig. Dit is mijn tweede. Ik dacht, die laat ik zien, want die andere ziet er zo smerig uit. Echt gehavend gewoon. De laatste tijd heb ik hem niet meer veel gebruikt. Maar ik heb hem een half jaar lang praktisch iedere dag gebruikt. Wil je iets meer glitter, iets meer shimmer, dan heeft Essence hele leuke Sun Club paletjes. Ik vind deze heel leuk. En even kijken hoor, heeft deze nog een naam? 02 Long Beach. En dan tot slot van de nieuwe collectie van Catrice hebben ze natuurlijk de Liquid Metal oogschaduws. En die zien er alleen al prachtig uit. Ik ben voor deze twee kleuren gegaan. Dit is een beetje een lichte kleur en die heet We Are The Champagnes. Die is ook mooi in je ooghoek bijvoorbeeld. En dit is een donkerbruine kleur, 090 Nougat is Right. Dan de eyeliners. De laatste tijd ben ik helemaal fan van liquid eyeliner. Dus de echte vloeibare, terwijl ik dat eerst totaal niet was. Want ik ben heel onhandig in het aanbrengen ervan. Maar deze van Essence, dit is een waterproof versie, heeft een heel mooi fijn puntje waarmee ik het wel kan. Dus niet echt een kwastje, maar een soort puntje. En wat ook heel fijn is, is dat deze dus niet vlekt. Hij is echt direct droog. Dus je hebt niet een afdruk boven je oog. Heel erg fijn. Heb je zoiets van, ja, ik vind het toch nog steeds lastig. Ik heb een hele periode ook de eyeliner pennen gebruikt van Essence. En dat werkte ook perfect. Alleen, ja, die drogen wel gewoon wat sneller uit. Dus dat is het enige nadeel. Maar deze zijn allebei heel erg fijn. De Stays No Matter What eyeliner pennen. En de bovenste is nog iets fijner dan die daaronder. Dat is de Super Fine Liner. Ja, mascara. Ik heb alleen maar budgetmerken. Van Hema tot NYC, Catrice, Essence, Miss Sporty. Van alles. En die zijn eigenlijk allemaal goed. Niet slechter dan duurdere merken die ik ooit heb gehad. Dus ik zat te denken, ik ga even eentje kiezen die ik echt het allerfijnst vind. En dat is de Essence Maximum Definition Mascara. Die ik dankzij Linda heb leren kennen. Hij spreidt mijn wimpers heel goed. Hij zorgt ervoor dat ze omhoog gaan staan. En hij klontert totaal niet verder. Dus dit is echt degene die ik je het meeste kan aanraden. Ook lipproducten zijn natuurlijk altijd leuk. Ik zal beginnen met de lipsticks. De meeste lipsticks die ik heb zijn van Catrice. En die zijn stuk voor stuk fijn. Nu heb ik er eentje op die ik jullie ga laten zien. In nummer 270, Material Girl. En gewoon een super goede lipstick. Tuurlijk, je moet hem af en toe bijwerken. Maar mijn ervaring is eigenlijk dat dat met elk merk lipstick wel moet. Essence heeft pas ook mooie lipsticks gekregen. Eerst hadden ze van die plastic verpakkingen. En ja, ik vond het echt een beetje kindermake-up lijken. Nu hebben ze zulke mooie met in een ringetje de kleur van de lipstick. Ik heb er eentje gehaald en ik moet zeggen, hij zit echt heel fijn, lekker creamy. Geeft mooie kleur af. Dus ook die kan ik jullie aanraden. Dan heeft Hema ook nog verrassend gepigmenteerde lipsticks. Echt heel cool. Zoals deze. En zijn heel goedkoop ook. En dan glossjes. Mijn all-time favoriet is de Infinite Shine Lip Gloss van Catrice. En deze heeft hele mooie gouden glittertjes die heel subtiel in de lichtroze gloss zitten. De kleur is Pink Up Your Life, nummer 060. Essence heeft ook hele fijne glossjes. De Stay With Me lip glossjes. Ik heb allerlei kleuren. Maar deze vind ik heel mooi. Dus ik dacht die laat ik zien. Heeft ook een heel fijn sponsapplicatortje met zo'n soort puntje. Waarmee je heel makkelijk in de randjes zeg maar kan kleuren van je lippen. En ze hebben ook lip creams. Dat zijn matte. Zoals deze nude kleur. Nou, dan de nagellak. Van nagellak heb ik eigenlijk ook alleen maar budget. Ik heb voornamelijk Catrice. Daar heb ik echt heel veel van. Deze die ik nu op mijn nagels heb is nieuw. Dus ik dacht, die laat ik even aan jullie zien. De Hema is ook echt vooruit gegaan met hun nagellak. En ze zijn zo goedkoop. Ze hebben nu holografische lakjes zoals deze. En ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik heb swatches gezien. En het ziet er echt geweldig mooi uit. Ook deze lak. Dit is gewoon een dekkende glitterlak. Dus dat is ook wel heel erg tof. En ze hebben ook nog een soort chameleon lakjes. Dus ook met zo'n duochroom effect. Die lijken een beetje op deze. En Essence heeft ook hele leuke lakjes. En ik vind vooral hun speciale lakjes leuk. Zoals deze.
de toppers. En zoals de liquid sand lakjes, die heb ik ook. Dat zijn ook echt aanraders. Nou, zoals jullie kunnen zien kan ik makkelijk een hele look met alleen maar budgetproducten maken. Ik heb er echt heel erg veel van. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden en dat jullie er iets aan hebben gehad. Mocht je nog vragen hebben over de producten, dan stel ze gerust. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jouw budgetfavorieten zijn. Dus het lijkt me ook leuk als je dat eventjes achterlaat. Voor de rest, ik ben tegenwoordig actief aan het twitteren. Dus ik zal mijn Twitter hier ergens in beeld zetten. En het lijkt me heel erg leuk als jullie me volgen. Soms stel ik daar ook vragen van wat voor video willen jullie zien. Of ja, als ik een Q&A ga houden, dat je daar je vraag kan stellen. En ja, Instagram doe ik ook nog altijd best wel veel. Dus ook die zet ik hier in beeld. Nou, dan ga ik deze video nu afsluiten. En zie ik jullie volgende keer weer. Doei doei!